De opening van het Nationaal Holocaust Museum verliep onrustig. Hoe kon dat gebeuren? We gaan het bespreken met burgemeester Femke Halsema. Welkom bij het gesprek met de burgemeester. Mevrouw Halsema, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Dank u wel. We gaan maar gelijk even terug naar afgelopen zondag. Het Nationaal Holocaust Museum werd geopend. We gaan het zo uitgebreid hebben over de commotie die daarna ontstond. Maar eerst toch ook even over het museum zelf. Want u heeft daar doorheen gelopen met de Koningszondag. Ja. Welke indruk maakte het op u? Ja, ik vond het prachtig. Heel erg indrukwekkend. Wat ze hebben gedaan is dat ze in heel veel vitrines kleine gebruiksvoorwerpen van mensen die de oorlog niet hebben overleefd hebben uitgestald met het verhaal erbij van die mensen. En daarachter natuurlijk het grote verhaal van systematische vernietiging van onze Joodse bevolking. En dat komt heel erg binnen. Dat is echt heel indrukwekkend. Het is echt prachtig. En is er dan nog een verhaal wat u extra geraakt heeft, wat u las, dat u dacht van poeh? Oh, even nadenken, ja. Oh, daar moet ik even over nadenken. Ja, er was een verhaal van een vrouw die een armband cadeau had gekregen toen ze moest vertrekken, omdat ze Joods was, van collega's. Die armband was bewaard gebleven, zij niet. En ik weet, nou ja, weet je, dat krijg je dus. Er waren zoveel indrukken. Maar ik weet dat me dat heel erg diep ontroerde. Juist die persoonlijke verhalen die daar in het museum terug te vinden zijn. Ja. Dan gaan we toch nu ook maar terug naar vorige week donderdag. Want toen werd bekendgemaakt dat de Israëlische president Herzog aanwezig zou zijn bij de opening van dat Nationaal Holocaust Museum. Ja. Wat later bekend werd is dat het al in juli de uitnodiging was verstuurd, de afgelopen zomer. Ja. Wanneer wist u eigenlijk dat hij zou komen? Ik wist het veel eerder, ook omdat wij ons erop voor moesten bereiden. Ik denk dat ik het vanaf november ongeveer was ik me daarvan bewust. En vond u zijn aanwezigheid nog wenselijk na alles wat er nu op dit moment in Gaza gebeurt, de oorlog tussen Hamas en Israël? Ik heb heel goed begrepen waarom Emiel Schrijvers, de directeur van het Joods Cultureel Kwartier, hem heeft uitgenodigd. Ik begrijp ook de emoties die zijn komst nu oproepen. En het uitnodigingenbeleid ligt bij de koning en bij de premier, niet bij mij. Afgelopen zondag waren er op meerdere plekken in de stad demonstraties. Pro-Palestina-demonstratie, maar ook een pro-Israël-demonstratie. Sommige waren aangemeld, onder andere op het Waterloopplein. Ja, ja. Maar één demonstratie was niet aangemeld. En daar gaan we het toch denk ik vooral over hebben. Dat is die bij de plantage Kerklaan. Even voor de duidelijkheid. Het was toch niet de bedoeling dat er op deze plek een demonstratie ontstond? Nee, die was niet. Kijk, die was niet aangemeld. Maar er is geen verplichting. Het is niet zo dat je demonstraties zomaar mag verbieden als ze niet zijn aangemeld. Dus dit was een spontane tegendemonstratie. Er was een pro-Israëlische demonstratie aangemeld. Die stond op de hoek Kerklaan, plantage Middelaan. En daar was een groot vlagvertoon van Israëlische vlaggen. En dat heeft die spontane tegendemonstratie waarschijnlijk aangewakkerd. Is er een scenario in het driehoek vooraf besproken dat er op die plantage Kerklaan een demonstratie zou komen van pro-Palestina? Ja, wij hebben vrijwel alle scenario's doorgesproken. Wij wisten dat er overal in de stad mogelijk demonstraties zouden zijn, dat mensen ook door de stad konden gaan lopen. Daarom was er ook een hele grote parate politiemacht op de been. Ja, en dan de afstand tussen het museum en tussen de plantage Kerklaan, ik heb het vandaag nog even nagerekend, is 50 meter. Mm-hmm. Wat vindt u van die afstand? Kijk, we moeten zich realiseren dat waar zij stonden was alleen de aanvoerroute voor auto's. Wij hadden de hele route afgeschermd en afgesloten vanaf de Portugese synagoge tot aan het museum. En op de hoek naar het museum heeft die demonstratie gestaan. Maar die 50 meter? In aanmerking genomen dat de verwachting was dat daar mensen alleen in de auto langs zouden rijden en die zouden optrekken tot aan het museum. En daar uit de auto zouden stappen, was de 50 meter proportioneel. Ja, want als je verderop kijkt, is er bijvoorbeeld een plantage Westermanlaan, 170 meter afstand tot het museum. En er heeft natuurlijk de afgelopen dagen is er veel discussie ook over die horen zichtbaarheid van een demonstratie geweest. Ja. Was dat een niet veel logische plek geweest? Nee, kijk, dat gaat om proportionaliteit. Daar hoefden geen groepen bezoekers langs. En wij vonden dat, gezien de op dat moment waren alleen de delegaties van de presidenten, de Bundesraad en de premier die waren, en de koning waren uitgenodigd. Die zouden gewoon oprijden tot voor het museum. En 50 meter verderop stonden inderdaad
de demonstranten. En u moet zich realiseren, we hebben bijvoorbeeld in deze stad al heel lang discussies over de zicht- en hoorafstand van demonstranten bij het abortus. Bij de abortuskliniek. Dat is 12 meter. En daar zijn heel veel discussies over geweest of dat niet verder kan. En wij hebben ons daar heel vaak juridisch over laten adviseren, omdat we eigenlijk wel wilden dat het veel verder weg was. Maar dan wordt ons echt negatief geadviseerd, omdat je dan eigenlijk de demonstranten onvoldoende nog in de gelegenheid stelt. Wat niet wegneemt, want dat is natuurlijk waar u op... Toen ik zelf uit de auto stapte, schrok ik ook. Ja, dat schrijft ook in de brief aan de raad. Ja, ja, ik schrok ook en ik heb ook gebeld met de driehoek die aanwezig was in het commandocentrum. En gezegd, ik vind dit wel overweldigend. Ik vind het wel hard en luid. Ik vind het dichtbij. Niet te dichtbij, ik vind het dichtbij. Dus we hebben daar overleg over gehad. En één, er waren op dat moment echt geen gronden in de wetgeving op basis waarvan je mensen naar achteren kon plaatsen. Want er waren geen wanordelijkheden. Het was wel akelig wat er werd geroepen. Maar mensen stonden achter dranghekken. En, maar hadden die dranghekken niet alleen al wat verder gekund? Zodat ze bijvoorbeeld... Ja, maar er is een verschil tussen de voorbereiding en een verschil tussen de situatie. U vroeg me nu naar de situatie op dat moment. Wat betreft de voorbereiding laat ik daar nog één opmerking bij maken. We hadden ze natuurlijk aan de overkant van de straat kunnen zetten. Achteraf denk je, ja, misschien was dat handig geweest. Maar dan nog hadden de auto's er langs gemoeten en had de vader met zijn dochter er ook langs gemoeten, want zijn auto stond bij Artis. Het gaat natuurlijk ook over het beeld wat de wereld over is gegaan. Ja, maar het beeld was dus waarschijnlijk niet anders geweest, bedoel ik u te zeggen. Zijn er wanordelijkheden wat u betreft plaatsgevonden daar? Hebben er wanordelijkheden plaatsgevonden op deze hoek? Kijk, dat kan ik op dit moment niet vaststellen, omdat het Openbaar Ministerie natuurlijk onderzoek doet naar strafbare feiten. Er was in ieder geval geen bedreiging van de openbare orde op dat moment, omdat de politie het onder controle had. Mensen stonden achter dranghekken, zijn er ook niet uitgebroken, zijn daar dus blijven staan. Iets anders is dat het wel onverkwikkelijk was. Het was akelig. Maar dat kan toch ook al een wanordelijkheid zijn? Nee, dat is onvoldoende, want dat heb ik natuurlijk nagevraagd. Ik heb nagevraagd, kunnen wij ze nog naar achteren plaatsen? En daarvan werd op dat moment gezegd, we hebben geen gronden in de wet. De politie ziet geen reden om te zeggen, het zijn wanordelijkheden. Dus dat is nagevraagd. En als tweede, op het moment zelf had dat waarschijnlijk ook geleid tot wanordelijkheden, omdat dat mogelijk tot een clash had geleid die wij op dat moment niet wilden. Bovendien, het waren alleen de auto's die er langs moesten rijden. Hè, en die verderop voor het museum stopten en dan gingen de bezoekers naar binnen. Als we even kijken naar de discussie op dit moment in de Raad. De partij spreekt zich er al over uit wat er is gebeurd. Dan gaat het natuurlijk niet over het verbieden van een demonstratie aan zich, maar dan hebben ze het telkens over die afstand. Mm. Is het niet onwenselijk dat het demonstratierecht wat we in Nederland hebben en wat ook volgens u bijkans heilig is en waar volgens mij heel weinig mensen aan willen mormen, ja, dat dit de uitwerking daarvan is? Kijk, wat ik ingewikkeld hieraan vind. Ik vind het verschrikkelijk dat de Joodse gemeenschap in Amsterdam zich geïntimideerd hierdoor heeft gevoeld. Hè? Ook als we nog geen antisemitische uitingen hebben vastgesteld, begrijp ik wel dat mensen de agressie hebben ervaren als antisemitisme of als haat jegens hen. Dat vind ik afschuwelijk. Ik bedoel, ik weet hoe de Joodse gemeenschap zich onder druk gezet voelt sinds 7 oktober. En ik neem het sommige demonstranten ook echt kwalijk dat ze geen onderscheid hebben gemaakt tussen de Holocaust als historische gebeurtenis en dat wat er in Gaza op dit moment gebeurt, hoe gruwelijk ook. Maar demonstraties zijn vaak rumoerig, luid, kunnen zeer onverkwikkelijk zijn. We hebben het bij corona ook gezien, hè, mensen die met hakenkruisen over de Dam liepen. Daar heb ik me ook over uitgesproken zonder daar grenzen aan te kunnen stellen. Ik vind het een slecht signaal wat nu uit de Tweede Kamer komt om dan maar te zeggen, nou, laten we het demonstratierecht maar gaan begrenzen. Juist in een periode dat een samenleving onrustig is, er diepe en grote meningsverschillen zijn, er verdeeldheid is, heb je het ventiel van demonstraties nodig. Maar ik heb wel een diep medeleven met de Joodse gemeenschap. Ik vind dat voor hen afschuwelijk. Want zijn daar nou antisemitische leuzen geuit? Dat is aan het Openbaar Ministerie, dat is niet aan mij. U heeft nog geen signaal ontvangen dat zij daar onderzoek bijvoorbeeld naar doen? Jawel, het Openbaar Ministerie onderzoekt uitspraken, onderzoekt vanzelfsprekend ook beelden en zal daarop concluderen of er wel of geen reden is voor vervolging.
Ja, de dienst, de opening van het Holocaustmuseum begon natuurlijk met een dienst in de synagoge. Mm-hmm. Daarna werd er een museum geopend waar stil werd gestaan bij de deportatie van tienduizenden Joden uit Amsterdam. Dat heeft alles toch ook wel van een soort herdenking? Ja, maar zo is het. Het was geen herdenking. Hey, ik snap wel dat er een herdenkingselement in zit. En u verwijst waarschijnlijk naar 4 mei daarmee. Zodra dat een herdenking is, dan biedt het, staat in dit document, demonstreren is bijkans heilig, mogelijkheden om daar scherper op toe te zien. Om bijvoorbeeld meer afstand tussen de demonstranten en de herdenking waar het dan over gaat toe te passen. Kijk, de openingshandeling bij het museum was geen herdenking. Wij hebben wel, en dat krijgt tot nu toe weinig aandacht in de pers, bijvoorbeeld in de driehoek, en dat beschrijf ik ook aan de gemeenteraad, al heel snel besloten dat we bijvoorbeeld het Jonas Daniel Meijerplein, waar de dokwerker staat en wat direct tegen de synagoge aan zit, en waarna dat aangekondigd was dat de president kwam, ook het verzoek is gedaan om daar te mogen demonstreren. Daarvan hebben wij onmiddellijk gezegd, dat vinden wij niet acceptabel. Dus dat hebben wij niet toegestaan. Ook het Meester Visserplein, wat ook dichter bij de synagoge ligt, hebben wij niet toegestaan, omdat wij niet wilden dat de bezoekers rechtstreeks langs de demonstranten moesten lopen. En wij ook niet wilden dat het overstemd zou worden. Dus wij hebben al ingegrepen in de demonstratievrijheid en het verder naar achteren geplaatst. De grote demonstratie, waar 1500 mensen zijn geweest, op meer dan 120 meter op het Waterloopplein. Dus wij hebben, zover wij kunnen, rekening gehouden met de kwetsbaarheid en het belang van de historische gebeurtenis die plaatsvond in de Portugese synagoge en in het museum. Maar dan blijft het misschien nog wat lastiger uit te leggen dat ze daar bij het museum zelf wel op 50 meter stonden. Ja, maar dat komt omdat dat alleen een aanvoerroute was voor auto's. En daarmee ontstaat er een andere situatie. Er waren geen grote groepen bezoekers die daar langs moesten. Het museum was ook niet geopend voor grote groepen bezoekers, alleen voor de delegaties. Er stond natuurlijk ook een pro-Israël demonstratie. Dan staat er een soort tegendemonstratie tegenover deze groep. Dan kan toch ook een heel groot risico zijn tot wanordelijkheden? Ja, en dat is ook een grond om in te grijpen. Daar heeft de politie ook heel scherp op toegezien. Eigenlijk continu. Er waren ook ringen van de politie aanwezig. En dat is niet vastgesteld. Er zijn geen wanordelijkheden tussen de demonstranten geweest. Ja, wat er zondag is gebeurd, heeft wel veel commotie veroorzaakt bij de Joodse gemeenschap. Zeker. Laten we even luisteren naar het Centraal Joods Overleg. Het is krankzinnig dat je voor kankerjood wordt uitgemaakt terwijl je naar het Holocaustmuseum loopt. Het is krankzinnig dat je antisemitische leuzen aan je hoofd geslingerd krijgt terwijl je daar juist bent vanwege de Holocaust. De verdediging van de gemeentebestuur is, ja, dat staat in de wet, dat mag. Op gehoorafstand, op zichtafstand, dat is iets anders dan onder je neus. Ze schreeuwden hard genoeg om een paar honderd meter verder nog gehoord te kunnen worden. Ik begreep dat u gisteravond met het Centraal Joods Overleg gesproken heeft. Ja. Hoe was dat? Ik geloof dat het Centraal Joods Overleg, die gaf zelf de samenvatting, stevig maar goed. En daar herken ik me zeer in. Ik vond het ook wel, kijk, wij kennen elkaar heel goed. We trekken veel met elkaar op. Er zijn veel bijeenkomsten in de ambtswoning geweest na 7 oktober. Dus het was ook een vertrouwd overleg. Wat niet wegneemt dat er ook verschillen van mening blijven. Zoals ook hier wordt uitgesproken. Er wordt over een onuitwisbare smet op de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Dat doet mij groot verdriet. Dat vind ik voor degenen die dat zeggen echt heel verschrikkelijk. Maar dat komt dan wel toch door het handelen van de driehoek in de voorbereiding, in wat daar op dat moment gebeurt. Wij kunnen niet de demonstratievrijheid en de grondrechten opschorten tijdens zo'n bijeenkomst. Die gelden altijd, elke dag. En de demonstratievrijheid geldt ook. En wat ik ook toch wel belangrijk vind om te memoreren, u moet zich realiseren dat wij geen meldingen hadden voor demonstraties tot de bekendmaking van de komst van president Herzog. Maar komt er een einde aan het demonstratierecht in de stad als ze een stuk verder geplaatst worden? Dat is denk ik toch de grote vraag. Pardon? Maar als die demonstranten een stuk verder worden geplaatst, waardoor ze nog steeds hoor en zichtbaar zijn voor de president. Ze moeten op zicht en hoor afstand staan. Maar dat is die 170 meter nog steeds, toch? Dat is niet iets wat ik vind. Dat is wat gewoon in het internationaal recht is vastgelegd en waar ik aan gehouden ben. Dat hebben wij vooral gedaan bij het Waterloopplein. Waar natuurlijk een grote manifestatie was, die ook live werd uitgezonden op televisie voor alle Nederlanders. Daar zijn de sprekers op geen enkel moment over gestemd geweest en dat is ook heel belangrijk. De bezoekersstromen die in en uitliepen zijn niet geconfronteerd met de demonstranten. Bij het Joodse Museum hebben ze 50 meter verderop gestaan en dat was op een aanvoerroute voor auto's.
alles bij elkaar opgeteld en terugkijkend. Is er nou iets misgegaan in de voorbereiding en rond de opening van het Holocaust Museum? Ik wil toch die twee dingen even van elkaar scheiden. In de voorbereiding is er niets misgegaan en de demonstraties zijn beheersbaar geweest. Er zijn geen wanordelijkheden geweest. Maar demonstraties kunnen mensen heel erg kwetsen. En dat is niet alleen voorbehouden aan deze demonstratie. Dat geldt ook op andere momenten en bij andere demonstraties in de stad. Dat de Joodse gemeenschap als een gevolg van deze demonstratie zich zo gekwetst heeft gevoeld en voelt en geïntimideerd, vind ik afschuwelijk. Maar het betekent helaas niet dat ik de demonstratievrijheid met voeten kan treden. De Joden maken zich ook veel zorgen over 4 mei. Gaat u extra maatregelen nemen? Nou, ik deel wel in die zorgen. Kijk, 4 mei is een ander soort gebeurtenis. Het is een enorme publieksbijeenkomst waar publiek vrij toegang heeft. Het is heel belangrijk dat de waardigheid van die bijeenkomst, waarin wij onze nationale doden herdenken, ook daarover gaat. En niet misbruikt wordt voor het uiten van emoties over een conflict in het Midden-Oosten. En betekent dan dat er meer voorbereid moet worden? Ja, ik heb al contact gezocht met de voorzitter van het Nationaal Comité, met de voorzitter van het Amsterdams Comité. Maandag vergaderen wij erover. We hebben contact erover met de NCTV. Rekent u maar dat wij dit grondig voorbereiden. Er gebeurt meer in de stad. Ja. De Amsterdamse brandweer bestaat dit jaar 150 jaar. En als u dan aan dat Amsterdamse brandweerkorps denkt, waar denkt u dan als eerste aan? Waar ik als eerste aan denk? Ik ben eigenlijk ongelooflijk trots op ons brandweerkorps. Het heeft nog wel eens in een slechte reuk gestaan, jaren geleden, waarbij ze vaak met slechte verhalen naar buiten kwamen. Maar in de keren dat ik op de kazernes kom, dan de enorme beroepstrots zie van de mensen die het werk doen. Ook de enorme omstandigheden, afschuwelijke omstandigheden waarin ze dat doen, ben ik echt trots. En laat ik u één voorbeeld geven. Dat is misschien ook wel wat mij, als u nu me even de tijd heeft gegeven, toch het meest indrukwekkende moment is geweest. Het waren brandweermensen die het babytje uit een vuilniscontainer hebben gehaald. Die dezelfde vuilniscontainer in zijn geklommen, daar in het donker hebben gezocht tussen het afval en daar een nog levend kindje hebben gevonden. Dat zijn voor brandweermensen ook traumatische gebeurtenissen. Daarom is het ook heel belangrijk dat er bij de brandweer meer aandacht is voor PTSS. Ja, dat is nu al niet eens een beroepsziekte. Nee. De brandweer loopt daarin eigenlijk achter op bijvoorbeeld de politie. Die dat veel eerder. Onze huidige brandweercommandant Thijs van Lieshout heeft er wel heel veel prioriteit aan gegeven. Geeft er veel aandacht aan. En je ziet nu dat het veel sterker, de aandacht ervoor veel groter wordt. Het is ook nodig omdat het ziekteverzuim, het ziektepercentage bij de brandweer heel hoog ligt. En ook continu hoog. En vaak mentale redenen. En ik ben zelf nu ook met het college in gesprek om te kijken of het college bereid zou zijn om mij wat meer geld te geven om te zorgen dat ik permanente aandacht voor PTSS goed kan organiseren. Ja, er was natuurlijk veel gedoe destijds bij de brandweer. U haalde het net zelf ook aan, hè, vanwege een seksistische machocultuur die er zou heersen. Is dat voorbij? Weet u, het is een hele specifieke cultuur. En er zullen vast en zeker af en toe grappen gemaakt worden die het daglicht niet verdragen. Zoals er ook in elke organisatie racisme voorkomt of seksisme voorkomt. Dat zal ook bij de brandweer zijn. Maar mijn ervaringen met alle brandweermensen is dat ze zwaar werk doen voor gematigde lonen, met een ongelooflijke inzet en trots en een groot hart voor onze stad. Kleine kinderen hebben vaak de droom om bij de brandweer te gaan werken. Had u die vroeger ook? Nou, ik heb toevallig, toen ik vanmiddag bij de opening van de kazerne Dirk was, met ze afgesproken dat ik mee mag op, dat heet geloof ik, de spuitwagen. Dat vind ik wel. Ik zei tegen ze, dat is wel een beetje een meisjesdroom. Dat is even het andere kant van uw werk. Ja. Dank voor het gesprek, burgemeester Halsema. En nu bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Het Gesprek met de Burgemeester. Volgende week hier weer Park Politiek. Voor nu een hele fijne dag.